De start is gevallen. Leiding wordt genomen door Major Brown. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde Colt Turgo. Aan de buitenkant blijft hangen zonder nummerdekje, want die is er net afgehaald. En hier is Boko. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Koos Zwageman. Galoppade daar van Major Brown. Major Brown springt bij het indraaien van de eerste bocht. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Het was een behoorlijke verrassing, want dat was de favoriet. En nou blijven de outsiders over. En de grootste outsider ligt nu aan kop, Colt Turgo. Daarachter op plek 2 volgt Koos Zwageman. Derde plaats daarachter heeft ook nog geen haast Grizzly Bear. En daarachter is teruggenomen Ennius Boko. Die vier paarden moeten het gaan doen. Als kijkspel is de koers nu ietsje minder waardevol geworden. Want de favoriet is eruit en we houden maar vier paarden over. De opening ook nog langzaam, 18-7. Paarden gaan de volgende bocht opzoeken. Thomas Bos kijkt een keer achterom. Die denkt, er zal toch wel iemand komen als ik 18 ga rijden. Nee hoor, er komt niemand. Tweede plek Koos Zwageman. Derde plaats daarachter is voor Ruud Pols met Grizzly Bear. Die heeft nu eigenlijk wel mogelijkheden. En daarachter volgt Ennius Boko en daarvoor geldt hetzelfde. Het zijn eigenlijk de beide favorieten nu de echte favoriet eruit is. Die paarden die nu derde en vierde liggen. En zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. En daar leidt nog altijd Colt Turgo. Colt Turgo, 56 starts, 4 overwinningen in Frankrijk. Vandaag zijn eerste start in Nederland voor Frans en Andries van der Blonk. Daarachter ligt Frans zelf met paard nummer 3, Koos Zwageman. Daarachter volgt op plaats 3 Grizzly Bear. 23-5, de laatste keer dat Grizzly Bear 23-5 liep was toen hij uit zijn box kwam. En daarachter volgt Ennius Boko. Zo gaan de paarden de laatste ronde in. En tempo gaat nu iets omhoog. Colt Turgo, daarachter Koos Zwageman. Daarachter volgt Grizzly Bear en dan Ennius Boko. Het geweld moet van achteraf komen, maar het geweld moet wel een keer gaan komen. En voorlopig zijn we 800 meter van huis en er komt nog niks. Colt Turgo gaat versnellen. En Frans van der Blonk laat een gaatje vallen. Dat doet hij niet bewust, maar Koos Zwageman kan hem gewoon even niet volgen. En als die twee daarachter nog iets willen, dan mag het wel een keer. Paarden zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Daar gaat Ruud Pols met Grizzly Bear. Daarachteraan gaat Ennius Boko. Grizzly Bear gaat het gaatje nu dichtlopen. 16-8 de tussentijd. Koos Zwageman laat die staan. En dat doet Ennius Boko ook. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Colt Turgo leidt. Daarachter op plek 2 Grizzly Bear. Daar komt aan de buitenkant Ennius Boko. Die ziet er fantastisch uit. Ook al heeft hij wat minder werk gehad. Halverwege de laatste bocht. Zou je daar nu je geld wel op willen zetten? Maar kan dat nog wel? Nee, dat kan niet meer. Paarden komen de laatste bocht nu door. En gaan de laatste rechte lijn in. En Colt Turgo leidt. Colt Turgo, daar komt Ennius Boko aan de buitenzijde. En Ennius gaat er nu even ernst van maken. Ennius Boko aan de buitenkant komt ernaast. Colt Turgo aan de binnenkant. Ennius is er meteen voorbij. Ennius, go baby! Go, go, go! Ennius Boko, laatste 500 meter, 13-4. Wint hier voor Colt Turgo en Grizzly Bear in 1:17-7 over de afstand.